Al eerder heb ik een video gemaakt over handige items voor in je keuken. Deze video is een vervolg erop, want ik heb de afgelopen tijd een aantal nieuwe items voor in de keuken aangeschaft waar ik heel erg blij mee ben. Dus vandaar dat ik deze video ook maak. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik te delen heb, kijk dan vooral verder. Voorheen wist ik niet van het bestaan van dit product af, maar ik ben zo blij dat ik het tegengekomen ben. Met dit product hou je namelijk je kruiden langer vers. Denk dan bijvoorbeeld aan munt of basilicum. Dit stop je dan in deze compartment. Je voegt er wat water bij toe en dan blijft het gewoon langer houdbaar. Het volgende product is deze keukenrolhouder. Ik had voorheen een staande houder die je gewoon op het aanrecht zette. Ik merkte gewoon dat ik het aanrecht zo clean mogelijk wilde houden. En dit plak je op je keukenkastje en zit het niet in de weg. Althans niet op het aanrecht. En ik vind het ook wel heel erg sleek eruit zien. Heel erg praktisch. Het is een simpel dingetje, maar het kan toch wel een hele fijne toevoeging geven aan je keuken. Het volgende product is een theedoos. En natuurlijk heb je verschillende soorten. Maar de reden waarom ik deze zo fijn vind is dat je hem zowel horizontaal als verticaal kan opbergen. Je kan namelijk de laadjes of de bakjes die erin zitten draaien. Dus dan kan je zelf bepalen hoe je hem wilt hebben. En dat vind ik er zo fijn aan. En ja, hier kan je je voorraad aan thee instoppen. Ik maak bijna dagelijks gebruik van olie. En normaal gesproken komt de olie in een mooi olieflesje. Voorheen had ik dit ook al overgepot in een ander soort olieflesje. Maar dit is een oliespuit. Of nou ja, het heeft twee functies. Je kan het gebruiken als oliespray. Maar je kan ook gewoon je olie schenken. Dus dat vind ik heel erg fijn. Soms gebruik ik onbewust te veel olie. Dus zo'n spray vind ik ideaal. En normaal gesproken kosten de oliesprays in de supermarkt echt in verhouding 3-4 keer zo duur als gewoon een fles olie. Dus dit is een goed alternatief en het werkt top. Iets wat ik best wel lastig vind om te organiseren zijn keukenkastjes. En met name het keukenkastje onder de wasbak. We hadden wel een opbergsysteem, alleen ik was er nog niet helemaal tevreden mee. Totdat ik dit tegenkwam. Dit is een soort van rek. Speciaal opbergsysteem voor onder je wasbak. Je hebt twee lagen en een van die lagen is ook uitschuifbaar. Op deze manier kan je best wel veel dingen kwijt en kan je het ook makkelijk categoriseren. Althans, dat heb ik in ieder geval gedaan. En zo kun je alles makkelijk terugvinden en dat vind ik in ieder geval heel erg fijn. Tegenwoordig maak ik heel veel gebruik van ijsblokjes voor mijn water, voor mijn ijskoffie, voor mijn ijsmatcha, limonade, noem het maar op. En ik ga er echt heel snel doorheen. En ik struggle echt heel vaak met het eruit krijgen van die ijsblokjes. En met deze ijsblokjesmaker heb je die struggle gewoon veel minder. Want je hebt een bak, daar kunnen alle ijsblokjes in. En een soort van hulpmiddel die je helpt om die ijsblokjes uit te krijgen. En dat is heel erg prettig. Ik vind het heel erg leuk wanneer dingen matchen. Vandaar dat ik ook heel erg blij ben met deze matching keukengrijs set. Alles past lekker bij elkaar en het staat ook gewoon nog eens mooi op het aanrecht. Iets wat ik heel handig vind om in de keuken te hebben, maar waar ik eigenlijk stiekem een kleine hekel aan heb, is bakpapier, aluminiumfolie, vershoutfolie. Ik vind die dingen heel handig om te gebruiken, alleen heel onpraktisch om op te bergen. Vandaar dat ik heel erg blij ben dat dit bestaat. Dit is namelijk een opbergsysteem voor deze drie dingen. Dus het heeft nu zijn plekje gekregen en dan heb ik niet meer van die losse rollen slingeren. En wat ik ook heel fijn vind is dat je voor de aluminiumfolie en de vershoutfolie een kartelrandje hebt. Dus je kan het makkelijker afscheuren. Dus daar hoef ik dan ook niet meer mee te struggelen. Ik eet heel graag avocado en vaak eet ik niet een hele avocado maar een halve. En het kwam bij mij vaak genoeg voor dat het niet meer vers was. De keer dat ik het weer wilde gebruiken. Ook met dit product ben ik heel erg blij dat ik het tegen ben gekomen. Het is namelijk een speciaal vershoutbakje voor een avocado. En tot nu toe werkt die prima. Kijk, idealiter eet je je hele avocado in één keer op. Maar ja, het kan voorkomen dat je maar een halve avocado wilt gebruiken. Je kan hem met pit en al opbergen. Maar ik denk dat het veel praktischer is
als je hem zonder pit bewaart. Dan heb je niet die lelijke bolling. Dus voor de volgende keer ga ik hem zonder pit bewaren. Dan zijn we aangekomen bij het laatste item dat ik wil delen. En dat is, ja, hoe noem je dit? Dit gebruik je wanneer je verpakking dicht wilt maken. En je hebt natuurlijk al van die klemmen. Maar soms zijn die op of heb je die niet bij de hand. En dan is dit heel erg handig, want dit seal je gewoon dicht. Door middel van warmte, denk ik, als ik het goed zeg. Ik vind het gewoon heel erg handig en het ziet er gewoon heel erg sleek uit. En het blijft ook gewoon dicht. Het enige nadeel is dat je hem wel elke keer dicht moet maken. Nadat je hem hebt geopend, volgens mij. Dus zo'n klemmetje kan misschien praktischer zijn, maar... Ik vind het wel een handige gadget om gewoon in de keuken te hebben. En ja, dat is het eigenlijk. Ik wilde gewoon alleen delen dat ik het handig vind. Dit was dan deel 2 van handige items voor in je keuken. Mocht je interesse hebben in een van deze producten, ik zal alle linkjes hieronder in de beschrijving zetten. En mocht je nu zoiets hebben van, oh, ik heb eigenlijk ook wel iets handigs voor in de keuken, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Wie weet kan ik het ook al gebruiken of andere mensen. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!